Beste mensen, een hele goede middag. Van harte welkom op uh, het eerste webinar van SIP in 2024. En die gaat over de handleiding Privacy by Design. We hebben het over de handleiding Privacy by Design, die geschreven is uh, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onder gevleugelde aanvoering in dit kader van uh, Pauline Verhaak. Zij is Chief Privacy Officer. En zij wordt in dit verhaal terzijde gestaan door degene die het grootste gedeelte van de opdracht heeft uitgevoerd uh, om die handleiding te maken, namelijk Nine Benning van Considerati, zij is haar consultant. Uh, beide dames zullen achter elkaar uh, hun verhaal vertellen. En je zal ze ook zien verschuiven in het beeld, want ze zitten samen op één locatie. Uh, dus jullie zien, uh, als het goed is, zometeen uh, Pauline in beeld komen en als haar deel van het verhaal klaar is, dan schuift zij opzij en dan schuift Nine vanzelf in beeld. Ik wil eigenlijk uh, het woord aan, aan jou en aan jullie geven. Dankjewel, Walter. Welkom, iedereen. Fijn om hier uh, voor dit mooie onderwerp uh, het woord te kunnen voeren samen met Nienen. Nine. Um, de verplichting om uh, privacy en gegevensbescherming mee te nemen bij het ontwerp van beleid of van een nieuw systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt is een vereiste van de AVG. Echter, voortschrijdende digitalisering. Uh, maakt nog eens extra naar nog eens extra het belang om te kunnen varen op uh, de juiste en rechtmatige gegevens uh, die je verzameld hebt of nog van plan bent te verzamelen. Um, dat is van belang om extra te benoemen, omdat we gaandeweg misschien praten in onze eigen werkomgeving over data of over gegevens. En daarbij misschien een beetje naar de achtergrond kan uh, schuiven of het beeld kan verdwijnen dat in ieder geval bij de overheid is dat zo dat een belangrijk deel van de gegevens die worden verwerkt uh, persoonsgegevens zijn. Met andere woorden, een zorgvuldige omgang daarmee is een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle voortgaande digitalisering. En dan is daar het blauwe boekje. Misschien bij mee, velen bij jullie al bekend. Het blauwe boekje van professor Jaap-Henk Jaap Hoepman. Waarin ontwerpstrategieën over, van uh, Privacy by Design zijn uiteengezet en duidelijk zijn toegelicht. Een heel veilig en rustig gevoel is het om dat op de plank te hebben. En ook af en toe in te kijken. Maar een, vraag, een, een, een terugkerende vraag was toch wel bij ons. Oké, okay, dit weten we nu. Maar hoe brengen we nu de stap naar de praktijk? Hoe gaan we dit nu toepassen? Waar, waar, waar kunnen we dit boekje nou voor gebruiken? En wat, wat is een eerstvolgende stap? Die vraag die werd steeds belangrijker en kwam terug. En we dachten, we gaan nu eens daar werk van maken. En we gaan eerst eens laten onderzoeken wat bij justitie, wat een bijzonder interessante uh, organisatie is natuurlijk, al was het alleen al vanwege de omvang, de diversiteit en de complexiteit van de gegevensverwerking. Um, wat hebben wij nu in huis als kennis en ervaring met privacy by design? Considerati heeft dat in kaart gebracht aan de hand van een onderzoek uh, waarin uh, de diverse doelgroepen zijn uh, geïnterviewd. En dan moet je denken, variërend van privacy officers, beleidsmedewerkers, proceseigenaren, architecten, developers, iedereen die zich aanmeldde als zijnde belangstellende om meer te willen weten over privacy by design en de, de manier om daar uh, zoveel mogelijk baat bij te vinden, te ondervinden, om met inzet daarvan, die konden zich aanmelden voor interviews en die zijn afgenomen. En op basis daarvan is een bepaald goed inzicht uh, ontstaan en een goede basis om de handleiding, waar we het vandaag over gaan hebben, vorm te geven. Een belangrijk resultaat daarvan is het feit dat die handleiding is geschreven op een manier die bedoeld is om verschillende doelgroepen aan te spreken. De ene doelgroep is meer visueel ingesteld, en de ander vindt het nu eenmaal prettig om eerst wat theoretische verdieping tot zich te kunnen nemen en van daaruit nader tot het, uh, het denken in termen van privacy by design volgende stappen te zetten. Dus bijvoorbeeld, voor de data-analysten zijn meer praktische handvatten en best practices gegeven. En voor beleid of, of andere professionals zijn meer, is meer de theoretische verdieping gegeven. En natuurlijk bevat de handleiding kwalitatief goede verwijzingen, waarmee mensen ook weer verder kunnen uh, nadat ze er kennis van hebben genomen. Um, een mooi resultaat, dus, iets om trots op te zijn. Van de andere kant ook een noodzakelijke eerste stap. En daar bedoel ik mee. De volgende stap is dat we hem moeten gaan uittesten. Dat we hem gaan gebruiken. En het ook beschouwen als een levend document. Dus steeds hoop ik. van, Want we hebben, dat kan ik meteen bijvertellen bij justitie. Is, het, is het de opdrachtenconsideratie ook niet geëindigd met schrijf en handleiding. Maar ook uh, licht hem toe in verschillende trainingen. Dus we hebben een reeks trainingen achter de rug. Maar dan is nu uh, het aan ons als uh, professionals om er gebruik van te maken. En die oproep wil ik ook graag naar jullie doen. Na dit webinar hoop ik dat jullie er gebruik van gaan maken en dat jullie ook laten weten wat je ervaringen waren en vooral ook kritische vragen stelt, hoeft niet nu hoor, per se in dat webinar, maar ook gaandeweg als je er ervaring mee op doet, laat je horen, er staat een uitnodiging, ook een e-mailadres, mijn e-mailadres staat in de handleiding, laat weten als je uh, suggesties hebt voor versterking. Wij zelf gaan door op dit pad, we hebben nu deze mooie handleiding, we gaan hem gebruiken, maar er komt vrij binnenkort een technische verdieping voor de meer solution architects en die technische verdieping, ook die daar heb ik weer grote verwachtingen van, uh, met de bedoeling, uh, met het uiteindelijke doel, om bij justitie te borgen dat wij in het begin van het ontwerp van beleid en systemen nadenken en meenemen door t, uh, de privacy- en gegevensbescherming, door via techniek en via processen. Ik wil het hierbij laten en ik geef graag het woord aan Niene Benink. Ik ga het vandaag met jullie hebben over Privacy by Design en over de handleiding waar net al de introductie over is geweest. Mijn verhaal bestaat eigenlijk uit drie delen. Ik ga eerst even heel kort in in wat basisbeginselen van de AVG, maar dat hou ik echt heel kort. Dan ga ik wat dieper in over wat Privacy by Design is en hoe je dat concreet kunt toepassen aan de hand van een voorbeeld. En in het laatste onderdeel uh, ga ik wat dieper in op de handleiding. Waar bestaat die uit? Wat kun je erin terugvinden en dan dus ook in databoodschap uh, gebruiken? Als je het hebt over Privacy by Design, dan kun je eigenlijk heel breed denken. En dit zijn drie voorbeelden uit, nou ja, uit de pers die ik heb gehaald waar Privacy by Design een onderdeel speelt. Ik ga eerst naar het eerste, naar de bovenste kop. Britse Consumentenbond. Slimme apparaten verzamelen meer data dan nodig. Meer data dan nodig, ze verzamelen. Is dat iets wat in het ontwerp al anders had moeten worden gedaan? Dat, de, dat die apparaten niet zoveel data konden verzamelen. Of ook het tweede voorbeeld. Hè? Kadaster gaat persoonlijke gegevens voor meer mensen afschermen. Dus kennelijk, toen het kadaster, nou, het systeem, maar even zo te zeggen, openbaar was gemaakt, waren de velden zichtbaar. Was dat, was dit, had dit kunnen worden voorkomen als er bij het ontwerp van nou ja, het systeem van het kadaster. Anders was nagedacht over welke data voor welke mensen zichtbaar is. En ook drie, gegevens in de basisadministratie worden voorlopig niet versleuteld opgeslagen. Ook daar is het eigenlijk, komt het eigenlijk ook weer neer op privacy by design. Want hoe ga je eh, ge gegevens afschermen en hoe hou je daar in het ontwerp rekening mee? Het is een beetje flauw om te zeggen, maar. Eh, een vraag waar jullie over na kunnen denken nu en waar we misschien in de backstage verder over kunnen napraten, is als je privacy by design goed toepast. En goed is natuurlijk ook weer een heel moeilijk begrip, maar stel dat je dat zou kunnen duiden, zouden dan dit soort nieuwsberichten kunnen worden voorkomen? Kunnen we naar een wereld waar privacy bij ieder ontwerp volledig wordt meegenomen? Anoniem, anonimiteit op internet bestaat niet. En ik ben tot nu toe nog redelijk anoniem geweest na een kleine introdu korte introductie. Maar uh, ik licht mezelf graag verder toe. Mijn naam is Nine Benning, ik ben uh, consultant bij Consideratie. Ik heb een achtergrond in de advocatuur, ook in de IT-advocatuur en privacy. En ik uh, nou, heb samen met mijn collega Hadassa, die inmiddels niet meer bij Consideratie considerati werkt, deze handleiding opgesteld. Zoals ik uh, zei, begin ik met een aantal uh, kernbegrippen uit de AVG in het heel erg kort. persoonsgegevens is het allereerste begrip, want de hele AVG draait om persoonsgegevens. Wat daarbij belangrijk is, is om te onthouden dat er directe persoonsgegevens zijn en indirecte persoonsgegevens. Dus directe persoonsgegevens, bijvoorbeeld een naam die identificeren een persoon direct en met indirecte gegevens, bijvoorbeeld een BSN. Heb je ook andere gegevens nodig om uiteindelijk tot identificatie van die persoon te komen? Het zijn beide persoonsgegevens. En wat ik verder wil dat, um, uh, dat jullie onthouden is dat er verschillende categorieën zijn van persoonsgegevens. Dus normale persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens en over seksuele geaardheid bijvoorbeeld. Uh, en die bijzondere persoonsgegevens worden ook door de AVG extra beschermd. Dan zijn er nog, nou ja, gevoelige persoonsgegevens. Dat is niet een categorie die in de AVG wordt genoemd, maar wel, nou ja, ook bijvoorbeeld in DPIAS wat terugkomt. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan financiële gegevens. Dan moet je even extra opletten. En op strafrechtelijke gegevens. In deze presentatie uh, ga ik voornamelijk in of ervan uit dat het gaat om normale persoonsgegevens en, en bijzondere persoonsgegevens en de rest, hè, die strafrechtelijke persoonsgegevens, die laat ik buiten beschouwing. Hier nog een mooi voorbeeld tussen dat verschil tussen dat direct en indirect. Hè? Um, ik weet even niet, volgens mij is mijn beeld gespiegeld. Maar in de kleurenfoto, daar zien jullie de um, direct identificerende gegevens. Hè? Een naam, een, nou, een foto, een concrete geboortedatum. En aan de rechterkant de identificeerbare, de indirecte persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het BSN of een telefoonnummer. Het volgende begrip is dat van verwerksverantwoordelijkheid. Verwerksverantwoordelijken. Een sleutelbegrip uit de AVG, en uh, eigenlijk, en dat is heel erg in mijn eigen woorden, is dat de persoon die volgens de AVG de meeste rechten en verplichtingen draagt als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, en die ook het doel en de middelen van de, van de verwerking bepaalt. Het doel en het middelen is nou ja, best wel open, hè? Wanneer wat is een doel, wat is een middel. Daar nou, is soms heel veel gedoe over om dat te bepalen. Maar voor dit webinar is het voldoende om te weten dat verwerkingsverantwoordelijke eigenlijk het hoe, het waarom, het waarvoor, voor welk doel, dus allemaal dat soort vragen, de antwoorden daarop bepaalt. Het volgende begrip is verwerker. Dat wordt vaak ook met de verwerkersverantwoordelijke genoemd en dat is eigenlijk de, nou, de rechtspersoon of de organisatie die in opdracht van de, van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. En de verwerker mag eigenlijk niet bepalen uh, hoe we dat doen, voor welk doel en dat soort dingen. Dus dat doet die verwerkersverantwoordelijke. Maar die verwerker mag wel kleine keuzes maken, bijvoorbeeld over welke techniek wordt gebruikt. Om dat visueel te maken, um, het plaatje hier. Dus de verwerkersverantwoordelijke is degene in dat pak. He, dat is de, de, nou, de opdrachtgever van bouw dat huis en doe het met zoveel ramen en zoveel verdiepingen. En de verwerker is echt dat mannetje met dat gele, met dat gele hoedje op. Van ja, dat ga ik doen en uh, nou, ik zal het inderdaad conform de bouwtekeningen uitvoeren. De relatie tussen verwerkersverantwoordelijke en verwerker wordt neergelegd in uh, een verwerkersovereenkomst. Dat is een benoemde overeenkomst in artikel 28 van de AVG. Daar staan ook de vereisten in. En zo, zo waarborgt eigenlijk die verwerkersverantwoordelijke ook dat nou, zijn rechten en verplichtingen op een goede manier worden opgepakt door de verwerker. Dan komen we op de grondslagen. Um, ook een nou ja, heel belangrijk onderwerp. Uh, je mag geen persoonsgegevens verwerken zonder daarvoor een geldige grondslag te hebben. En ik zei al, he, beperken tot gewone en bijzondere persoonsgegevens. En dan is dit plaatje eigenlijk heel passend over de grondslagen, want gewone persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als je daar een grondslag hebt. Uh, die wordt genoemd in artikel 6 van de AVG. En als je bijzondere persoonsgegevens wilt verwerken, moet je ook een grondslag hebben op grond in, in dat artikel 6, maar moet je ook kunnen beroepen op een uitzondering die in artikel 9 wordt genoemd. Hè, dus in artikel 9, lid 1, hè, het eerste gedeelte, staat eigenlijk dat bijzondere persoonsgegevens niet mogen worden verwerkt. En in lid 2 van dat artikel staat, het mag alleen als de verwerkingsverantwoordelijke zich kan beroepen op een van de uitzonderingen. Dit webinar ga, ga ik verder niet stellen, niet uitleggen wat die grondslagen allemaal zijn. Maar dat je een grondslag moet hebben, is de rechtmatigheid van de gegevensverwerking. En wat je bij bijna al die grondslagen ziet, is het woordje noodzakelijk. Dus eh, bijvoorbeeld, de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke plicht te vervullen. Dat is een voorbeeld. En dat woordje noodzakelijk is ook bij Privacy by Design een belangrijk onderdeel. Um, want uh, vaak kunnen systemen van alles, maar is het ook noodzakelijk om dat, uh, nou ja, om die functie in te bouwen in een systeem? Is dat noodzakelijk voor de, voor de verzameling van persoonsgegevens? En dat noodzakelijk houdt eigenlijk een stukje proportionaliteit en een stuk subsidiariteit in. Uh, en dat is nog best wel een lastig begrip. Dus ook de handleiding gaat dieper in van wat is nou noodzakelijk. Um, ook om over privacy by design na te kunnen denken, zul je dit soort. Voor stappen moeten nemen voordat je kunt zeggen tegen bijvoorbeeld een, een technisch persoon, om het maar even zo te zeggen, hoe dat systeem moet worden ingericht. Dat was hè, die noodzakelijkheid en die grondslagen: eigenlijk de rechtmatigheid van een gegevensverwerking. En dan um, is daarnaast is het ook van belang dat de gegevensverwerking behoorlijk is. Dus wat je in de handleiding ook zult zien, is niet een uitleg over de AVG, maar wel over het eigenlijk, wat ik nu dus ook doe, een soort um, knip in rechtmatigheid en behoorlijkheid. Dus dat is, helpt ook mee om verder te denken over privacy by design. Het eerste, en al deze behoorlijkheidsbeginselen zijn trouwens vastgelegd in artikel 5 van de AVG. En die, nou ja, die vind je de uitwerking vind je eigenlijk in allerlei andere artikelen van de AVG. Het eerste beginsel uit artikel 5 zijn eigenlijk drie beginselen in één. Dat is rechtmatigheid, dat verwijst eigenlijk naar die grondslagen. Behoorlijkheid, nou, dat verwijst eigenlijk naar alles wat ik zo meteen ga zeggen. En transparantie, dus betrokkenen, de persoon waarvan je persoonsgegevens werkt, moet transparant worden meegenomen, geïnformeerd over de gegevensverwerking. Het tweede beginsel is doelbinding en ook een belangrijk beginsel voor privacy by design. Je verzamelt persoonsgegevens voor een bepaald doel. En even ervan uitgaande dat je niet de doelbindingstoets kunt voldoen, hè, dat dat een negatieve uitkomst zou hebben, mag je die gegevens niet voor een ander doel gebruiken. Dus ook technisch, en ik ben geen techneut, dus daar stel ik u misschien teleur, daar uh, sla ik hem ook plat. Maar technisch moet het dus niet mogelijk zijn in een systeem om gegevens, bedoeld of onbedoeld, voor een ander doel te gebruiken. Want dan ga je dus mis op dit uh, beginsel. Ook minimale gegevensverwerking. Um, je mag niet meer gegevens verwerken dan nodig. Dus als het systeem zo wordt ingericht dat het niet mogelijk is, technisch gezien, om meer gegevens te verwerken dan nodig, dan helpt dat al bij het voldoen aan dit soort beginselen. Ook moeten nou, gegevens juist zijn en uh, uh, moet er dus in het systeem ook weer worden nagedacht, oké, okay, hoe gaan we op een makkelijke manier gegevens bijvoorbeeld corrigeren? Zeker ook als je gegevens van burgers uh, verzamelt, dat is belangrijk dat ze up-to-date blijven. Ook opslagbeperking. Het volgende begint zo uit artikel 5. Gegevens mogen zolang worden bewaard, zolang dat nodig is voor het doel. Nou, uh, in de AVG worden geen concrete bewaartermijnen genoemd, in sommige specifieke wetgeving wel. Uh, of de verwerkingsverantwoordelijke heeft dat nou ja, zelf bepaald of beredeneerd. Maar dat betekent dus dat er een soort nou ja, geautomatiseerde wijze zou. Moeten kunnen worden ingebouwd in het systeem, die ook gegevens automatisch verwijdert op het moment dat ze niet meer mogen worden opgeslagen. Of dat dat in ieder geval makkelijk maakt of een melding krijgt, maar dat er ook op die manier wordt gekeken van hoe gaan we dit beginsel van opslagbeperking um, in het systeem vastleggen. Tot slot uh, de vertrouwelijkheid en in interregiteit. Dat betekent eigenlijk dat je persoonsgegevens op een goede manier moet beschermen tegen nou ja, datalekken, tegen mensen die dat uh, uh, willen gaan bekijken. Um, daarvoor zijn ook weer allerlei technische en organisatorische maatregelen nodig. Um, op het eerste oog lijkt dat misschien, wat ik net vertelde, die, die, die beginselen lijken misschien niet gelijk te passen op privacy by design. Maar ik ga nu meer vertellen over nou, privacy by design in artikel 25 van de AVG. Maar je ziet dat deze beginselen um, toch van enorm belang zijn om beter kunnen na te denken over hoe je privacy by design nou toepast. In artikel 25 zijn twee beginselen eigenlijk vastgelegd, dus privacy by design. Dat betekent in mijn woorden gezegd dat je um, door het ontwerp van systemen of beleid of alles waar je persoonsgegevens mee gaat verwerken, al vanaf het begin nadenkt hoe ga je daar nou privacy in waarborgen. Het andere beginsel in artikel 25 is uh, privacy by default. En dat houdt eigenlijk in dat uh, nou, hè, op het moment dat je bijvoorbeeld een systeem of een beleid ontwikkelt, maar het is beter, een beter voorbeeld met het systeem, dat de standaardinstellingen uh, zo privacyvriendelijk mogelijk moeten worden ingesteld. Ik ga het vandaag verder niet meer hebben over de privacy by default. En daar gaat ook eigenlijk de handleiding niet op in. Dus het gaat echt over privacy by design. Privacy by design is een samenspel van mens en machine, daarom ook dit plaatje. En mens en machine, dus organisatorische en technische maatregelen. Dus we moeten er samen voor zorgen dat uh, privacy eigenlijk het best wordt gewaarborgd vanaf af, nou, de hele levenscyclus. En dat het op een passende manier uh, de rechten van betrokkenen kan beschermen. Dit is mijn eigen woorden, dus niet de letterlijke wettekst, maar daar komt het in mijn optiek wel op neer. Moeilijk is natuurlijk wat dan passend is. En ook. Uh, um, nou, ook daar kan ik nu geen, geen eenduidig antwoord op geven, maar de handleiding heb ik, uh, hebben we wel een beetje uitgelegd van hoe kun je nou over dat passend nadenken? Waar kun je allemaal aan denken om te bepalen of iets passend is of niet? Met die mens- en machine uh, uh, maatregelen bijeengenomen. Om Privacy by Design nog verder concreet met jullie te maken en ook die, nou ja, nog verder de diepte in te gaan, uh, wil ik de rest van de presentatie eigenlijk aan de hand van een casus doen. We kunnen het heel concreet hebben over privacy by design. En ik heb gekozen voor de, de casus van de coronamelder app. Uh, even terug, want het is wat lang geleden, maar uh, we hebben natuurlijk tijdens de coronapandemie, um, nou ja, niet iedereen, maar het verzoek gehad om een app op onze telefoon te installeren die dan, nou ja, een melding zou geven als je in de buurt bent geweest met iemand met corona. En dan kon je, nou ja, kon, je, kon dat voor jouw aanleiding zijn om bijvoorbeeld te testen. Um, ik heb dit voorbeeld gekozen omdat de app waarschijnlijk bij heel veel mensen uh, wel bekend is. of zelfs bij jullie gebruikt is. Maar ook omdat het een heel mooi voorbeeld is. hoe privacy by design is toegepast. en op een best wel praktische manier eigenlijk. En um, nou, ook de DPA bijvoorbeeld openbaar is. dus ook jullie dingen nog kunnen nalezen. als jullie dat uh, verder zou interesseren. Want privacy by design is dus eigenlijk. aandacht voor privacy in alle levenscyclussen. Van nou, een product, een dienst, beleid. Hoe ging dat nou bij de Corona-app? Uh, je begint dus voor. Dus voordat je gaat ontwikkelen, ga je nadenken. Oké, okay, beleid echt gaat vaststellen. Hoe gaan we nou privacy by design inbedden? Bij de Corona-app um, is van tevoren eigenlijk al gezegd. Nou, de uitvoering van een DPIA is nodig. En dat is al privacy by design. Want je gaat al nadenken hoe ga ik die pri waar, welk privacy risico's zie. ik En hoe gaan we ze straks voordat we, gaan eh, voordat we echt gaan ontwikkelen. Hoe kunnen we die dan alsnog mitigeren? Dus hier ook bij de corona-app is een DPA geweest. Ook nou ja, tijdens en daarna uh, zijn verschillende DPA's geweest. Pre-screenings en dat soort dingen. Maar ook tijdens de levenscyclus van een product of dienst... Moet er, uh, moeten er uh, evaluatiemomenten worden ingebouwd om te kijken van... zitten we nog op de goede weg met privacy by design? Zitten we nog op de goede weg met de bescherming van privacy? Want dingen kunnen gewoon veranderen. Um, bij de corona-app is ook al... en dat is echt wel een designkeuze, zeg maar. Hè, dat uh, Even terug, die, die app gaf meldingen als je dus nabij bent geweest... bij een persoon die corona had... En wat die nabijheid was, hè, van is dat dan twee meter of is dat dan anderhalve meter? En moet je dan vijf minuten of dertig minuten bij elkaar in de buurt zijn geweest? Dat is natuurlijk wel iets wat die hele coronapandemie wel iets heeft verschild. Hè. We hebben natuurlijk helemaal in het begin een grote afstand gehad. En later kwamen ook de wetenschappelijke inzichten. Het eh, kwam er eigenlijk uit dat je toch wel, dat, hè, bijvoorbeeld buiten of, of wat dan ook, dat het besmettingsrisico wat minder was. Dus in het design van deze corona-app is al uh, ingezet dat die parameters om eigenlijk te bepalen of die nabijheid gevaarlijk was of niet, steeds konden worden aangepast. Dus dat er nooit meer persoonsgegevens uh, worden verwerkt als dat niet nodig is. En dat er ook alleen maar, nou ja, in die zin, uh, to-the-point persoonsgegevens konden worden verwerkt op basis van die juiste parameters. En ook erna, uh, Privacy by Design, uh, bij de app zat dat in verschillende dingen. Dus uh, dat ook dat er dus... als je die app gebruikt... en daarin persoonsgegevens worden verwerkt... dat dat niet betekent... dat je hier ook een, een verplichting hebt... om te laten testen na het advies van de app. Uh, maar het zit ook in andere dingen. Namelijk dat uh, op dit moment... die app ook niet meer gebruikt wordt. Hè? Dus er is echt in het design ook een keuze gemaakt... van nou, op het moment dat die app niet meer nodig is... zorgen we ook dat die helemaal buiten... nou ja, buiten beschouwing wordt gelaten. Dat niemand toevallig nog... Die app kan gebruiken onbedoeld, maar dat hij echt stopt met het uh, verwerken van persoonsgegevens. Dat is even over de levenscyclus. En dan denk je misschien nog, ja mooi, maar ik weet nog niet hoe ik, uh, hoe ik nou Privacy by Design uh, moet toepassen. En artikel 25 geeft al een aantal elementen die, uh, die je nog concreter meenemen in hoe je nou kunt nadenken over Privacy by Design. En de eerste is dat je rekening mag houden met de stand van de techniek. Um, nou, de stand van de techniek wordt wel eens uh, verward met de state of the art. En uh, zoals jullie ook bij deze duiven zien, van wat is nou de stand van de techniek? Wat is nou de state of the art? Ja, je ziet het duifje met dat duifje uh, nou, met dat petje inderdaad, hè, van uh, dat zal wel de slimste zijn. Nou, dat het allemaal de laatste techniek moet zijn en de meest moderne en de fantastische en dat soort dingen. Maar dat is helemaal niet zo, ook niet bij privacy by design. Natuurlijk moet je wel rekening mee houden met wat er op de markt is... maar het betekent niet per se, want er zijn natuurlijk heel veel andere factoren die je mee moet nemen... dat je altijd de duurste of de meest geavanceerde techniek mo moet gebruiken. Dat is bijvoorbeeld bij die corona-app ook niet gebeurd... want de meest nou ja, geavanceerde techniek die je daar kon bedenken... was dat op basis van precieze locatie en temperatuurmetingen uh, van een persoon... Zou veel nauwkeuriger kunnen worden gezegd van. Oké, okay, waar was die persoon precies? Hoe lang zijn we daar geweest? En wat was de temperatuur? Hoe hoog is de kans dat iemand corona had? Um, maar dat was in dit geval niet de techniek, ondanks dat het de laatste techniek was, die het beste was voor de bescherming van privacy. Dus er is eigenlijk een oudere techniek gebruikt met het uitwisselen van Bluetooth-codes. Um, ik zal niet helemaal ingaan hoe dat werkt, maar eigenlijk uh, was, um, was dat zo dat er gewoon eigen Bluetooth-codes tussen apparaten werden uitgewisseld. En dat is best wel een, een oud framework, zeg maar. Dus het is helemaal niet de, oudste, de beste of de modernste techniek. Ook mag je rekening houden met uitvoeringskosten. Um, en dat hoort natuurlijk ook bij nou, welke maatregelen, wat is passend. Maar uitvoeringskosten bij, bij uh, Privacy by Design hangt ook een beetje samen met het voorgaande. Uh, als de verwerkingsverantwoordelijke zegt... Hey, oké, okay, we willen privacy inderdaad uh, meenemen in het ontwerp... maar um, om die en die en die goede reden is dat het budget... dan kan dat. Um, bij de corona-app was het bijvoorbeeld ook niet zo... dat uh, daar speelde trouwens geld geen rol. Dus dat, dat was daar dan wel wat uniek. Um, maar uiteindelijk mag je daar dus wel als verwerkingsverantwoordelijke... rekening mee houden. Ook de aard van de verwerking is uh, belangrijk... Van wat voor doel ben je nou persoonsgeefs aan het verwerken? Wat is de omvang? Wat is de, nou ja, wat is de aard van de verwerking eigenlijk? En um, je ziet het ook bijvoorbeeld bij zo'n corona-melder-app: dat, dat ligt natuurlijk wel wat gevoelig. Of het nou alleen privacygevoelig is of, of ook meer politiek gevoelig. Dat mag je allemaal meenemen in hoeverre je privacy voorop stelt en meeneemt in het ontwerp. Ook de omvang van de verwerking speelt een rol volgens artikel 25. Dus ga je van, uh, van een paar mensen of van uh, potentieel heel Nederland, zoals in de corona-app, um, gegevens verwerken. Uh, dan kan het zijn dat je meer aandacht wil besteden aan uh, um, privacy by design. Ook de context van de verwerking speelt een rol. Um, zeker in die corona-app. Als daar iets mis zou gaan met privacy, en dan zeg ik hem ook even heel stellig: hein, mis zou gaan, een gigantisch datalek zou zijn of wat dan ook. Dan ligt dat natuurlijk onder een vergrootglas. Dus er is uh, niet alleen. Ja, en, en de overheid vindt natuurlijk ook een voorbeeldfunctie. Dus de context van de verwerking bepaalt ook van welke maatregelen zijn nou passend. Hè, even terug. Om die uh, persoonsgegevens voldoende te beschermen en mee te nemen in het ontwerp. Nou, ik had hem net ook al even. Doel van de verwerking, aard van de verwerking lijkt natuurlijk een beetje op elkaar. Maar wat is nou het doel uh, van die verwerking? Welke gegevens heb je? Dat mag je dus meenemen in. De afweging welke maatregelen je moet treffen. En ook de waarschijnlijkheid van de risico's van de verwerking. Um, het is ook niet zo dat als je privacy by design goed wil toepassen, dat dat in alle gevallen betekent dat je de risico's volledig gemitigeerd hebt. Dat, dat hoeft helemaal niet. En ook bij de corona-app zie je ook in de DPI dat er echt niet alle risico's volledig gemitigeerd zijn. Het gaat er alleen om, en daar is in de praktijk nog wel moeilijkheden, dat is nog wel moeilijk in de praktijk. Welke risico's zien we? Nou, dat kunnen we vaak wel identificeren. Wat is de kans dat het zich voordoet en nou, de mogelijke schade? Ook dat kunnen we nog wel vaak identificeren. Maar welke risico's accepteren we nou wel en welke niet? En die risico-acceptatie is in de praktijk het moeilijkst. Um, maar ook dat mag meespelen in de keuzes die je maakt bij het design, bij het ontwikkelen, hoe je privacy by design gaat toepassen. En Plaatje met een frustratiemonnetje. Uh, wettelijke elementen mooi. Maar en nu, wat, wat kunnen we nog concreter doen? Um, nou, dan kan ik jullie nog wat concreet vertellen wat privacy by design is. Want dit zijn nog maar de wettelijke elementen. Maar um, wel wil ik benadrukken dat die handleiding dus wel op dit soort wettelijke elementen ook ingaat. Niet wat het juridisch betekent, maar hoe je erover na kunt denken en hoe je met elkaar het gesprek over privacy by design kunt voeren. Um, maar goed, even terug naar deze frustratie, dit frustratieplaatje. Um, er is al door anderen gezien dat het nog steeds vaag is. Uh, onder andere de Hoopman, die ook al in het begin werd genoemd, het blauwe boekje. En um, hij heeft eigenlijk gezegd, oké, okay, uh, price by design kun je nog concreter maken door een aantal ontwerpstrategieën te hanteren. Dat zijn dus, nou, ik kom even terug naar dat plaatje mensen, machine, technische maatregelen en organisatorische maatregelen, dus eigenlijk mensenmaatregelen. Dat heette dus de privacy-ontwerpstrategieën. Jullie herkennen trouwens de data of de, nou, de techniek ge georiënteerde uh, maatregelen of de strategieën aan het tandwieltje linksboven in mijn scherm en zo meteen komen we dus op de mensgeoriënteerde maatregelen en dan zullen jullie daar een poppetje zien. Maar dit is dus een technische maatregel. Hij zegt eigenlijk minimaliseer... Of zorgt dat in het systeem technisch, dit gaat wel echt over systemen en technische stappen. Um, persoonsgegevens niet worden verwerkt als dat niet nodig is. Beperk dat technisch. Beperkte verwerking dus van persoonsgegevens. Um, even terug naar die Corona-app, want ik blijf nog steeds die connectie maken. Is dat deze uh, technische ontwerpstrategie in de Corona-app in, uh, in die zin is geminimaliseerd dat. De persoons, dat er gegevens eigenlijk die met elkaar zijn uitgewisseld... niet aan een persoon zijn gekoppeld. Hè. Je hebt dus geen naam of zo in te voeren... toen je je wilde aanmelden om die app te gebruiken. Maar aan een code. En die code die zit weer gelinkt aan het toestel. Dus op die manier worden uh, zo weinig mogelijk gegevens... over de persoon zelf verzameld. Natuurlijk werden in dat geval persoonsgegevens verzameld... maar wel echt geminimaliseerd. Een volgende technische maatregel is... het scheiden van de verwerking van persoonsgegevens. Um, dit is ook een, nou eigenlijk een ontwerpstrategie die veel bij de um, interviews met de technische mensen, de architects, uh, voorbij is gekomen. En daar kreeg ik eigenlijk vooral terug van ja: het scheiden van persoonsgegevens. We snappen de techniek en dat, dat is ook een goede manier. Maar in een moderne database is het eigenlijk heel moeilijk om echt goed te scheiden. Uh, in verschillende databases van deze verwerking van persoonsgegevens. Maar ook, en dat stemde wel weer hoop, waren er gelijk alweer allerlei nieuwe ideeën om het toch. Um, het scheiden mogelijk te maken, maar dan op een andere manier. Dus dat, zie, dat zul je ook terugzien in de handleiding. Bij de Corona-app. Um, is het wel daadwerkelijk fysiek gescheiden. Dus het, uh, nou, werd er werden zeg maar een IP-adres verzameld van het toestel. en wat andere gegevens. En dat werd echt in verschillende databases verzameld. Maar ook uh, de teams die zich bezighielden met die databases zaten. ook op een andere locatie. Dus het was echt een volledige twee stromen data. om ook te zorgen dat het. Niet aan elkaar gekoppeld kon worden, of in ieder geval zo min mogelijk de kans daarop zo min mogelijk zou zijn. De volgende is abstraheer. En dat betekent eigenlijk: als het kan, probeer dan het detail waarin je persoonsgegevens gaat verwerken zoveel mogelijk te abstraheren. Um, ik ga een voorbeeld geven, is misschien niet het beste voorbeeld, maar ik ga toch dit voorbeeld geven. Stel dat een verwerksverantwoordelijke uh, alleen wil weten of iemand ouder is dan 65 jaar of niet. Uh, uh, op 1 januari van uh, 2024... dan uh, zou je dus in het systeem kunnen zeggen... nou, dan moet iemand zijn geboortedatum... dus echt volledige geboortedatum opgeven. Maar je zou ook kunnen zeggen... oké, okay, daar kiezen we niet voor... want we willen alleen weten op 1 januari... of iemand ouder is dan 65 jaar. Dus we vragen alleen het geboortejaar op. Dat is een voorbeeld waar je dus kijkt van... nou, is het mogelijk om persoonsgegevens te abstra abstraheren... Um, als het gaat om um, verwerkingen kan het lastig zijn om dat te abstraheren. Want soms heb je gewoon inderdaad concrete gegevens nodig. Maar ook dat is weer een aansporing om te kijken van kunnen we niet ergens wel wat doen. Dus niet alleen maar van kunnen we niks doen, maar wat kunnen we wel doen. Dus ook bij die corona-app is eigenlijk gekeken van oké, okay, we moeten wel weten waar mensen zijn. Nou niet waar mensen zijn geweest, we moeten weten welke toestellen bij elkaar in de buurt zijn geweest. Maar daarvoor volstaat eigenlijk een nabijheidsdetectie. En dan hoeven mensen dus ook geen uh, toestemming te geven om een specifieke locatie te gebruiken. En dat is ook eigenlijk. Het maakt niet uit waar je elkaar gezien hebt. Um, nou ja. Ook al was het uh, op de Stille Oceaan op een bootje. of uh, uh, midden in Amsterdam. Het gaat erom dat je bij elkaar in de buurt bent geweest. Dus een specifieke locatie hoeft dus niet verzameld te worden. in de corona-app. Ook verberg houdt eigenlijk in. Nou, Treft technische maatregelen om die persoonsgegevens nou te beschermen? Um, encryptie waar dat kan, veilig mailen waar dat kan. Um, nou, dat zijn maar twee voorbeelden, maar bescherm die persoonsgegevens, verberg ze. Um, en in die corona-app is verberg ook toegepast, in die, uh, nou, dit is ook een voorbeeld daarvan. Um, dat die telefoons die gingen zeg maar, met elkaar codes uitwisselen, maar als er geen besmetting was, dan. Uh, verlaten die codes ook het toestel van de gebruiker niet? Dus er is dan ook geen toegang tot derden. Uh, niemand kan die gegevens inzien. Er kan geen datalek plaatsvinden buiten nou ja, het toestel van, uh, van de persoon. Uh, dus op die manier is ook de persoonsgegevens zijn verborgen. Nou, jullie zien het. Uh, voor mij linksboven, het mannetje komt eraan. Dit zijn dus wat ik net heb verteld, zijn eigenlijk wat uh, ontwerpstrategieën die op de techniek zitten. En dit zijn de ontwerpstrategieën of de ontwerpstrategieën die op de mens zitten. En veel van die mensgeoriënteerde strategieën zijn eigenlijk ook al verplichtingen uit de AVG, verklap ik alvast. En één daarvan is informeer. Dus je moet mensen informeren, betrokkenen informeren over de verwerking van persoonsgegevens. En ook dat kun je in het design inbouwen. Uh, maak een privacyvriendelijke uh, pop-up van, nou, uw persoonsgegevens worden verwerkt, wilt u hier en hier toestemming voor geven als het bijvoorbeeld op toestemming gaat. Maak het uh, zichtbaar. Um, bij de Corona-app, een van de manieren waarop geïnformeerd is, is de, zijn er vele campagnes van hoe het gebruikt wordt over privacy. Um, dat mensen niet bang hoeven te zijn dat hun gegevens bekend worden bij de overheid. Weer heel gesargeerd gezegd, maar dat, dat is wel waar die campagnes om draaiden. Grappig detail is dat er bijna net zoveel geld aan deze campagnes is uitgegeven dan aan de ontwikkeling van de app. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag. Dus dan zie je ook hoe belangrijk informeren van je betrokkenen, van je achterban, is in dit geval. Ook geef controle. Uh, ook dat is natuurlijk een privacy-vereiste. Uh, het is gewoon recht van betrokkenen, eigenlijk. Maar um, geef controle in die zin dat je ook in het design per, uh, betrokkenen controle kunt geven. Um, en bij de Corona-app was dat gewoon heel simpel. De betrokkenen kon zelf de app helemaal van zijn telefoon verwijderen. En dan waren daarmee ook de gegevens verwijderd. Dus je niet moeilijke dingen te doen met een, eerst een account verwijderen en een vloek indienen. Je kon gewoon de app verwijderen en wij ook gegevens uh, verwijderd. De volgende is dwing af. Dus um, Privacy by Design is een verplichting uit de AVG. Uh, die moeten van verwerksverantwoordelijke ook nakomen. Um, en die moet dat ook kunnen verantwoorden, hè? die verantwoordingsplicht die ook in de AVG is neergelegd. Dus als je je commenteert op Privacy by Design, moet je dat commitment ook afdwingen in processen, in um, nou ja, controlemechanismen. Klinkt heel streng, maar gewoon in check-and-balances moet je dus ook afdwingen dat mensen Privacy by Design toepassen. Of in aanbestedingen bijvoorbeeld hè, dat je het in het bestek zet daar moet aan worden gedaan, um, hoe de in de in het in, het, in de corona-app daar voornamelijk uh, uit te gaan is gegeven, is dat het belang van privacy heel duidelijk is aangegeven. Dus uh, even in het ontwikkelingsproces is er een appathon georganiseerd. Het was eigenlijk een, uh, geloof een weekend waar verschillende bedrijven hun ideeën voor deze app konden presenteren. En um, nou, dat zit natuurlijk ook enorm in de enorme openbaarheid. Maar daar is echt afgedongen van... oké, okay, wat je ook presenteert... privacy moet daar een ontzettend belangrijk element in zijn. En dat ligt dan ook nog in de openbaarheid. Dus ja, op die manier dwing je ook met z'n allen af... dat het uh, zo privacyvriendelijk mogelijk wordt ontwikkeld. Toon aan. Toon privacy by design aan. Dat is ook je verantwoordingsplicht. En uh, nou, bij de coronamelder was het... Uh, de oproep voornamelijk alles openbaar. Dus ook... Niet alleen in de pers speelt natuurlijk een belangrijke rol, maar ook in kamervragen, uh, toelichtingen, alles openbaar. Ik um, kom bij het laatste deel en dat is de handleiding Privacy by Design. De handleiding Privacy by Design be bestaat eigenlijk uit allerlei bouwblokken. En uh, we, we hebben natuurlijk ons uh, op basis van onze eigen kennis gedaan, op basis van interviews van wat doen jullie nou, uh, hoe kan dat beter, wat zie je. Uh, maar ook wat wij bijvoorbeeld van andere klanten zien. Van, dus eigenlijk is het een samenspel van verschillende, nou ja, van theorie, maar ook van praktijk. We hebben ook echt heel, heel erg die verbinding willen leggen. Dus de theorie bijvoorbeeld, hè, wat, wat schrijft noodzakelijk, is noodzakelijk. Uh, om persoonsgegevens te verwerken. Dan denkt een technicus, ja mooi, maar wat, wanneer is iets noodzakelijk? Dus we hebben ook bij dat soort theoretische dingen steeds geprobeerd. Uh, de connectie met de praktijk te leggen en hoe je daar dus over na kunt denken en hoe je met elkaar het gesprek aan kunt gaan. Het is zeker niet bedoeld als checklist. Dus het is niet zo als je deze handleiding uh, afwerkt dat je daarmee voldoet aan privacy by design, omdat alles uh, koek en ei is. Uh, het is ook zeker niet zo bedoeld. Het is bedoeld als inspiratiebron, als houvast, uh, maar niet als checklist. Het bestaat uit drie delen. Het begint met de praktijk. Je kunt trouwens alle drie delen los van elkaar lezen. Dus je hoeft niet, de theoretische verdieping hoef je niet te lezen, het mag wel. Maar begin met het eerste deel, praktische handvatten. Als je meer wil weten, wordt er ook verwezen naar de theoretische verdieping. En als je nou alles wil wezen, weten, dan kun je natuurlijk ook de hele theoretische verdieping verder, verder doorlezen of alleen delen. En het laatste deel is eigenlijk een soort aanvullende bronnen en overzichten. Het toepassingsgebied is zo breed, zoals Pauline ook eigenlijk al zei. En um, dat wilden we ook omdat, nou ja. Privacy by Design niet iets is van één rol. Het is echt voor uh, iedereen in het proces, in de hele levenscyclus van het product, van de dienst, van uh, nou, het beleid. Dus de toepassingsgebied is heel breed. Er worden heel veel voorbeelden gegeven, ook voorbeelden uit de interviews die we hebben gehaald. Soms hebben we dat wel wat moeten abstraheren om maar even in privacy termen te blijven, omdat het anders heel duidelijk zou zijn over welke uitvoeringsorganisatie het gaat. Maar we hebben geprobeerd hele concrete voorbeelden te geven over toepassing van Privacy by Design. Het omvat ook een aantal vuistregels. Dat doet het ook goed op vergaderingen en uh, parties en partijen. Vuistregels van Privacy by Design. Onthouden. Passen toe. Um, het heeft een aantal best practices. En ook echt de uitnodiging naar iedereen die het hoort. Vul het aan als je ook een best practice hebt. Want we willen echt die best practice lijst alleen maar uit. Uh, aanvullen, aanvullen, aanvullen. Want wat zijn nou de. Hoe gaat het nou in de praktijk? En waar kun je elkaar helpen om nou ja, uiteindelijk beter Privacy by Design toe te kunnen passen? Het heeft ook een aantal toolboxen. Dus we zijn vanuit de ontwerpstrategieën gaan kijken. Hè, van Jaap en Hoekman. welke toolboxen kun je daar nou concreet voor gebruiken? Welke dingen? Dus er zijn ook een aantal toolboxen opgenomen. En vooral ook. Um, alle aansporing waar dat maar kon. om. Nou, ik ga jullie laten bepalen. wie hier de technicus is en wie hier de privacy expert is maar om ook de technici en privacy experts... met elkaar te laten praten. En de managers en de projectleiders en dat soort dingen. Want alleen samen kun je privacy by design... op de beste manier toepassen. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En dank je wel voor je verhaal, Nina. Er zijn allerlei vragen en opmerkingen gemaakt... in de uh, VNA. Wat in het Engels de Q&A heet. Er zijn allerlei andere dingen langsgekomen... die uh, misschien toch even interessant zijn om toe te lichten. Voor alle duidelijkheid... Um, Beste deelnemers, wij hebben deze Privacy by Design handleiding ook op de SIP-site beschikbaar gesteld. De link daarnaartoe is te vinden in de chat. Op diezelfde pagina op onze SIP-site waar we die hebben beschikbaar gesteld, staat ook een link naar het blauwe boekje van Jaap Henk Hoekman. Die volgens mij ook meegewerkt heeft op de een of andere manier aan deze handleiding. Of hij was betrokken op de een of andere manier? Hij werkt ook mee aan de verdieping, de technische verdieping. Ah, juist. Oké. Okay. Ja. Nou. Goed om te weten. Uh, iemand die stelt. Um, dit gaat over mensen, en over machine. Uh, worden er ook dingen op procesniveau beschreven? Op technisch of, procesniveau? Ja? Nee, deze handleiding is echt. Uh, want uh, toen we deze opdracht ook begonnen. was eigenlijk de scope in die zin niet helder. Van, he, daarvoor werden ook de interviews gebruikt. Waar is behoefte aan? En uit de interviews kwam heel duidelijk naar voren dat. Uh, in die zin, ik noem het basis, maar dat er ook behoefte was van, om dit soort woorden over noodzakelijkheid... en passend eerst uit te diepen eh, voordat die techniek ingaat. Maar dus, zoals gezegd, wordt er dus gewerkt aan een technische verdieping... op deze handleiding en eh, daar zodanig aan de hand van nou, concrete casussen... en hoe je dan naar privacy by design kunt toepassen... Eh, ja wordt er eigenlijk deze handleiding uitgediept. We hebben er heel bewust voor gekozen om geen technische standaarden... of zo voor te schrijven, omdat... Als we dat zouden doen, dat dat ook weer her, nou, eigenlijk alweer achterhaald zou zijn op het moment dat het gepubliceerd was? Um, en ook om te voorkomen, eigenlijk dat, uh, dat dat dan wordt gezien als de standaard, terwijl de standaard ook weer heel snel kan veranderen. Ja, dat is wel grappig. Want een van de eerste vragen die werd gesteld in de, in de QA is: wanneer volgt er een recentere versie van de handleiding? Alsof deze al per definitie verouderd zou zijn? Ik weet niet of die persoon uh, wat meer informatie heeft dan ik, maar klinkt dat als een vraag? die bij jullie ergens resoneert of waar je antwoord op wil geven, of is die gewoon nu klaar, hartstikke recent en voorlopig blijft dit de versie? Ja, voorlopig blijft dat wel. Uh, ja. Oké. Okay. Oké. Ja. en Claire, um, iemand die stelt ook van: als je het hebt over privacyrisico's, uh, dan zijn dat wel risico's bij de betrokkenen die uh, van wie data persoonsgegevens worden verwerkt. Uh, is er in dit proces uh, ook um, uh, een suggestie gedaan om die betrokkenen bij het opzetten van nieuwe systemen en processen in te zetten actief. Dus het wordt er geadviseerd, want je zei al want er zit geen technisch proces in, maar. is het misschien zinnig om met een soort klankbordgroep of zo vanuit die betrokkenen te werken. om te vragen wat zij eigenlijk zelf als verantwoorde risico's zien. Of is dat een rare gedachte? Nee, dat is geen rare gedachte. En, um, nee, dat is zeker geen rare gedachte. Um, ik zit even te denken hoe dat dan. Volgens mij hebben we het trouwens ook ergens in best practices staan, Betrek de betrokkenen als mogelijk. Maar ja. het, is, het, is wel, um, het kan wel lastig zijn natuurlijk. Hè? Ik bedoel, um, hoe ga je de hele groep betrokkenen uh, bereiken? Maar zeker zou dat goed zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Of met de betrokkenen in gesprek te gaan. Absoluut, ja. Oké. Okay. Iemand die stelt ook nog, privacy by design gaat uh, iets belangrijke Kennis voor ontwikkelaars en reporterbouwers, uh, maar dat zit dan waarschijnlijk in een stukje technische verdieping wat nog moet gaan komen. Um, wanneer wordt die verwacht om klaar te zijn? Ja, uh, globaal kan ik aangeven in de eerste helft van het jaar. Er is al een, uh, een hele fase. Uh, een, een deel is, is al. Men is al een geruime tijd mee bezig, maar men, uh, ik denk in, het, in deze eerste helft van het jaar, ja. Zodra daar ja. Meer zicht op is, uh, zal ik dat ook laten weten. Oké, okay, ik ga even de vraag voorlezen en dan kijk je de andere kant op, want daar heb ik een ander scherm voor. Dat is geen gebrek aan interesse. Um, er staat, ik ben vooral benieuwd hoe jullie de implementatie hebben gedaan. We hebben ook zojuist een nieuw beleid opgesteld. Dan weet ik even niet wie beur is, maar. Um, we willen uiteraard dat mensen dit daadwerkelijk gaan gebruiken in de praktijk. Is er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van checklists, korte beslisbomen voor bijvoorbeeld onderzoekers of ICT-beheerders? Zijn er workshops geweest? Um, het is wel even langsgekomen, ook in het verhaal van Pauline, volgens mij, maar kan je er nog iets meer over vertellen? Oh ja, is, uh, de, 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 ja. er, ik zal beginnen, maar er zijn, voor wat betreft de trainingen zijn voor verschillende doelgroepen uh, trainingen aangeboden en uh, daarbij is ook uh, speciaal met, in, in beide voorbeelden meer ingezoomd op de interesse en informatiebehoeften van de betreffende doelgroep. Dus in die zin is in de trainingen aangesloten. Ik heb um, de, de verdieping uh, die nou nog gaat volgen, de technische verdieping. Daarbij is ook voorzien dat onder meer ook in gespreksgroepen, een soort workshop-achtige aanpak met die specifieke doelgroep, met meer solution architecten en met de auteurs van de, um, uh, de verdiepende handleiding, een gesprek wordt aangegaan aan de hand van een casus bijvoorbeeld. Nou zijn het workshops die worden georganiseerd of zijn ja, georganiseerd zijn, in het kader van justitie en veiligheid? Hè? Ja, ja, waar ik het nu over heb, is het in het kader van justitie en veiligheid. Maar ja. Nine kan uh, ook over wat betreft de handleiding vertellen, uh, hoe daar meer wordt uh, aange zeg maar aangepast of uh, hoe noemen we dat? Uh, meer aangesloten op de behoeften van de verschillende doelgroepen. Oké, okay. zoals daar zijn andere ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, ZBO's enzovoort. Ja. Uh, we spelen met het idee om daar misschien nog wat uh, aanvullende informatievormen uh, uh, voor te bedenken. Uh, maar dat is nog uh, heel pril, dus dat uh, wordt wellicht, beste deelnemers, uh, vervolgd. Uh, technische handleiding bij privacy en techniek, denk ik gelijk aan privacy-enhancing technologies. Is dat een onderwerp wat nu al in de handleiding besproken wordt? En zou, ja, hoe? Ja, uh, zeker. Um, maar wel in die zin beperkt dat. Uh, Pets, de plaats van PETS, van hoe je naar Privacy by Design kan kijken en welke rol PETS daarin spelen, wordt voldoende uitgelegd in de handleiding. En ook hoe zich dat dan weer verhoudt tot, uh, uiteindelijk tot grondslagen en beginselen. En in de technische verdieping wordt er echt met concrete PETS gewerkt. Uh, eigenlijk, nou ja, welke PETS zou je kunnen denken om toe te passen in een specifieke situatie. Maar ook bij PETS is het niet zo. En dat dat geldt eigenlijk ook voor privacy by design... dat je kunt zeggen, nou deze pet is altijd goed... om dat probleem op te lossen... of deze pet is nooit goed om dat probleem op te lossen. Het blijft een afweging van... nou ja, wat passend is uiteindelijk. Ja, oké. Okay. Ik toch maar heel even toelichten voor de mensen... die hierbij aangehaakt zijn en uh, zich afvragen... waar heb je de vredesnaam over? Een pet is geen hoofddeksel in dit geval... maar privacy enhanced technologies... is een, uh, een nogal nieuwe groep aan technologieën... rondom ja. synthetische data... Uh, encryptie, meerdere servers... Uh, die heel erg uh, nuttig kunnen zijn om uh, nou, de, de echte zichtbare persoonsgegevens te kunnen maskeren, of opknippen, of nooit meer herleidbaar te kunnen maken. Mocht je daar wat meer over willen weten, dan is er een innovatiecentrum, NICPET. En die kan je, daar kan je meer informatie vinden ook over wat is waarvoor geschikt. NICPET.pleio.nl is de website ervan. Uh, dus mocht je meer geïnteresseerd zijn in dat soort dingen, kijk daar dan gerust eens. Um... Zijn er plannen, want er komt een technische verdieping aan. Uh, en, en ik hoor jou een aantal dingen uitleggen Nina, die best wel juridisch vakinhoudelijk uh, nou ja, uh, zijn. En misschien een gekke vraag, maar zijn er plannen voor een dummy-versie? Voor mensen die bij mensen die niet juridisch zijn, uh, dus gewoon algemene uh, uh, product owners, uh, afdelingsmanagers, uh, uh, makkelijk toegankelijk zijn dan het document wat er nu ligt? Of is daar niet zo'n behoefte aan, denk je? Is het nog later en lager nog beschreven? Het uh, document wat er nu ligt is niet superjuridisch. Oké, okay. okay. het heeft natuurlijk wel, want het is een juridisch instrument, heeft het juridische raakvlakken, uh, maar we hebben juist heel erg geprobeerd om dingen ook uitlegbaar te maken. En het is nog steeds veel tekst, dat begrijp ik. Daarom hebben we ook gedeels met plaatjes gewerkt en met tabellen en om ook een bredere groep aan te spreken. Uh, maar een voorbeeld daarvan hoe we daar concreet mee zijn omgegaan is dat hè, noodzakelijk voor een wettelijke plicht, hè, de verwerking van persoonsgegevens, super juridisch. Maar wat is dan noodzakelijk in gewone mensentaal? En dat soort dingen staan wel in de handleiding. Oké, okay, helder. Uh, Pauline, even een vraag voor jou. Jij bent uh, Chief Privacy Officer. Wat vindt de FG hiervan? Jullie hebben net een nieuwe bij JNV, maar ho ho hoe kijkt een FG naar zo'n handleiding? Ik denk, uh, ik heb haar daar nog niet over gesproken. Het is uh, vrij recent aangetreden bij ons. Um, uh, ik denk dat de FG daar zeer positief tegenover staat, al was het alleen al dat we... Uh, zeg maar niet uh, de naleving van de AVG, zeg maar de naleving van de privacywetgeving niet afhankelijk of minder afhankelijk maken van het individu, uh, maar meer borgen in de techniek en in processen. En ik denk dat zij dat uh, beschouwt en toejuicht als uh, een belangrijke waarborg voor uh, de naleving in het algemeen van het departement. Maar idealiter zou een FG in welke organisatie dan ook uh, enthousiast pleitbezorger of ambassadeur moeten zijn van het gebruik van Privacy by Design. Dus ook deze nieuwe handleiding uh, actief wellicht kunnen promoten intern. Zeker, zeker. ja. Oké. Okay. Um, is dit trouwens toeval dat deze handleiding niet vanuit justitie en veiligheid is ontwikkeld door jullie zijn? Dat jullie stelsel verantwoordelijk voor privacy uiteindelijk. Um, of zit daar een andere reden achter dat jullie dit nu op dit moment belangrijk vonden? Anders ja. dan andere ministeries, want jullie staan de opdrachtgever nu geweest van INE. Ja, dat klopt. Ja. Uh, nou de, de reden was, wat ik ook in de aanleiding kort vertelde. Um, ja, je, hebt, uh, je hebt natuurlijk de implementatie van de AVG achter de rug, je hebt uh, een bepaald niveau van naleving. En dan komt de volgende stap: oké, okay, hoe dit nou te borgen en te continueren. En hoe, nogmaals, het niet afhankelijk te maken van één individu of een manager die er veel aandacht aan besteedt. Wat is een volgende fase als je wil praten in termen van volwassenheid? Wat is een volgende fase? En dan komt toch echt het denken over privacy by design om de hoek. En los daarvan werd er bij justitie al ook op diverse plekken. Uh, geavanceerd uh, zeg maar, uh, met Privacy by Design en ook met PETS ervaring opgedaan. Dus ook die, vanuit die kant uh, werd gestimuleerd om ook breed het departement in staat te stellen om hier zich verder in te verdiepen en om de mogelijkheden om daar ervaring mee te doen, om, op te doen. En nogmaals, dit is het begin. Het is een heel belangrijk begin, maar we zijn er nog niet. Dus het is een heel inspirerend iets waar we, waar we dit, ook dit jaar volgende stappen in moeten gaan zetten. Ja. Um, ik kom heel even terug op die eerdere vraag van, komt er ook een recentere versie? Uh, er staat nog een andere vraag in de, de VNA. Dat heeft wellicht te maken met een, een ouder document... wat Sip ooit op de site heeft gehad. Wat ook een handleiding over privacy by design was. Die was ouder, 2017. Deze is uit 2023. Uh, dus dit is de, de recente versie. Uh, ik heb één afsluitende vraag, want het is bijna twee uur. Uh, iemand die vraagt, uh, wat is de status van de handleiding? Van toepassing JV, V-Rijksoverheid, alle overheden, verplicht of niet? Kun je daar iets over in... zeggen? Ja, het is geen verplicht document. Het is, niet, het is een document moet, wat Nina ook zei, moet inspireren. Um, natuurlijk ga ik het stevig onder de aandacht brengen, maar het is de bedoeling dat het zichzelf uh, uitnodigend, voldoende uitnodigend is om mensen te verleiden om het te gaan gebruiken. Uh, dat is op dit moment de stand van zaken. Oké, okay, helder. Voor nu hartelijk dank, Pauline en Nina, voor jullie verhaal. En dank voor jullie ja, uh, deelnemers dag. aan deze sessie. We hebben bijna 160 mensen gehad in, de chat, in deze webinar. Dus uh, blijkbaar was er behoefte aan. Uh, en uh, tot een volgende keer, wellicht zelfs al volgende week. En een fijne dag verder. Dag.